Broeders en zusters, binnenkort komt er een referendum over het beleidskader van de hoofdgroenstructuur. Nou, u weer en dan ik weer. Wat stelt dat in godsnaam voor? Waar moet ik voor zijn? Waar moet ik tegen zijn? Aan wie moet ik mijn stem geven? Of moet ik gewoon thuis blijven? Dat laatste lijkt me eigenlijk het beste. Want het kost natuurlijk weer handenvol geld, zo'n campagne, maar overal posters en spotjes en programma's op de lokale televisie en AT5. Yo, de gemeente gaat weer heel veel geld over de balk gooien, hoor ik alweer. Hè? Dus zogenaamd willen ze onze mening weten, no? Yo, yo, we hebben wel een tijdje comedianten bij elkaar, hoor. Hè? Alleen, het kost wel een hele hoop geld, deze comedianten. Hé, hey, Robby Mati, ik heb wel wat beters te doen dan met deze onzin bezig te houden, man. Tamboeng, hè. Later. En dan uiteindelijk, wat gebeurt er altijd in Nederland met de uitslag van een referendum? Dat wordt genegeerd. Dus beste kijkers, ik erg me nu al groen en geel aan het referendum over de hoofdgroenstructuur. En mijn advies aan u zou zijn, ga er niet heen. Maar volgens mij is een onderwerp wat helemaal niemand interesseert, behalve een paar ambtenaren en een paar mensen die heel erg bezig zijn met groen zijn. De marsmaatjes misschien of zo, maar ik denk dat het een flop wordt. En het is maar dat u dat weet.